En last but not least, ik heb super leuk nieuws nog voor jullie, want Emma kreeg eigenlijk heel speciaal bezoek. En dat bezoek was van niemand minder dan Anna Nooshin. Anna Nooshin die is dus gisteren langsgekomen bij Emma in de Prinses Maxima Centrum. Helemaal en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Ilse Kremer en ik ga jullie vandaag eventjes een update geven over Emma. Het is alweer bijna 3 à 4 weken geleden dat ik die video heb geüpload. En daartussen hebben we dus gewoon, in ieder geval ik, heb best wel veel tijd voor mezelf genomen. En daarbij wil ik jullie dus nu eventjes een update gaan geven hoe het allemaal precies gaat en hoe Emma zich voelt. Dat kan ik nu iets beter doen dan dat ik dat kon op het moment van wanneer het allemaal net gebeurde. En dan is het voor jezelf ook een beetje helemaal een rollercoaster. Dus ik ga jullie nu eventjes vertellen hoe het met haar gaat. Ik heb wel een beetje goed nieuws en ook gewoon een beetje zoals het altijd een beetje was. Maar sinds dat moment dat ik de video ook had geüpload waren we een beetje echt, nou in ieder geval mijn ouders waren dag en nacht in het ziekenhuis. Ik ben er ook af en toe blijven slapen en dat was altijd wel gewoon pittig. Omdat Emma had toen al direct de chemo gehad van maandag tot en met vrijdag, dus 5 volle dagen. En dat vond ze nog best wel moeilijk, want ze kreeg heel veel last van de bijwerkingen. Ook wat jullie misschien hebben gezien op Instagram, want ik plaats best wel veel updates op Instagram in plaats van op YouTube. Hebben jullie gezien dat we haar haar kort hebben geknipt tot een boblijn, omdat haar haar dus gewoon uitvalt. Maar dat komt ook door de chemo. En ze heeft best wel veel last van die andere bijwerkingen. Dus ze is heel erg misselijk. Ze eet niet zo heel veel meer. Dus ze heeft ook een zonde. En een zonde, dat is eigenlijk gewoon voeding wat via het slangetje dus zo hup naar je buik, naar je maag gaat. Dus dan wordt het zo ingediend via dat apparaat weer. Maar het goede nieuws is dat Emma dus vorige week, vanaf ongeveer dinsdag was het denk ik, woensdag, mocht ze haar zonde eventjes af. In ieder geval, de zonde zat er nog... De zonde zat er nog wel in, dat slangetje, maar er kwam geen eten meer door. Omdat zij nu best wel zelf goed aan het eten was. Daardoor was het eigenlijk een beetje overbodig. Dus Emma begon weer steeds meer te eten. Dat was ongeveer 2 weken, anderhalf week denk ik na de chemo. Ze begon steeds meer te eten, ze begon steeds meer te bewegen. En dat was echt goed, want na de eerste week na de chemo was dat gewoon echt drama. Dan was ze gewoon echt heel erg moe en ze sliep s'nachts niet. Mama, ik heb met mijn moeder daar geslapen en toen hebben we één nacht maar echt 2 uurtjes geslapen. Omdat Emma ook gewoon niet kon slapen, dus dat is een beetje wat minder. Soms. Emma begon dus steeds meer te sporten, een beetje in ieder geval bewegen. Ze had zo'n fietsje waar ze dus op kon fietsen en daar gingen wij dan achteraan met de stang. Toen ook nog de zonde erop zat en een paar andere medicatiedingen. Nu hoefde dat eventjes niet meer. Vorige week ongeveer rond de middag. Rond de midweek. En toen had ze dus alleen maar een zonde en die hoefde dan in zo'n zakje te doen. En toen gingen we naar beneden, gingen we naar de sportzaal, ging ze hokje, ging ze tennissen en langs de Sneeuwwitje en de 7 Dwergen. Daar hangt zo'n heel groot bord van iets, dus dat is super leuk. En er is ook een hele grote muziekzaal waar ze muziek kan maken. En Emma vindt het hartstikke leuk om eigenlijk als DJ daar bezig te zijn. Dus ik laat wel eventjes hier een video zien van hoe zij dan helemaal zo los staat te gaan en met de microfoon staat te dansen. En dat is wel echt heel leuk om te zien. Dus daar geniet ze ook heel erg van. Daarnaast waren de artsen ook aan het speculeren over dat Emma eventueel naar huis mocht. En dat was natuurlijk super goed nieuws. Want ze lag al 3 weken in het ziekenhuis. En eigenlijk zonder afscheid kunnen nemen van onze hond Mitsi. En gewoon een beetje van het thuisgevoel en dat. Dus toen waren ze daar een beetje aan het over speculeren van oké, misschien mag ze naar huis, misschien niet. Ligt aan hoe ze zich voelt. Toen was het donderdag. Dus vorige week, afgelopen donderdag eigenlijk. En gisteren was het maandag. En gisteren start Emma's tweede chemo weer. Dus van maandag tot en met vrijdag is haar tweede chemokuur weer gestart. Dus die is gisteren gestart. Dan zit ze vandaag op dag 2. Ja, die week daarvoor, die donderdag, toen zeiden ze van oké, weet je, misschien is het toch wel handig om haar dan gewoon nu even naar huis te sturen. De meeste kinderen mogen normaal na de eerste chemo gewoon hup direct naar huis. Ze kunnen ze ook makkelijker herstellen. Hebben ze een beetje dat thuisgevoel. Maar omdat het bij Emma nog gewoon zo gevaarlijk was eigenlijk, om het zo maar te zeggen, mocht ze niet naar huis. En toen was het gelukkig wel dat ze van donderdag dus even naar huis mocht. En dan van donderdag tot en met maandagochtend. En dat is echt heel goed nieuws geweest. Want Emma die mocht lekker naar huis. Die heeft zoveel zitten knuffelen met Mitsi. Want onze hond heeft haar ook zo erg gemist. Want ze is gewoon 3 weken weg geweest. En daarnaast is er dan weer familie langs geweest. Of kennissen een beetje op bezoek. En Emma gewoon weer op de Wii spelen. Deed ik samen met haar. Dat was gewoon echt super leuk. Dus zij heeft heel erg veel genoten thuis. Dus dat is wel echt heel erg fijn. En nu is ze dus weer in het ziekenhuis in Utrecht. In het Prinses Maxima Centrum. Dan start haar tweede chemo. En hoe dat aanslaat. En hoe zij zich daardoor gaat voelen. Of de bijwerkingen. Hoe erg die weer gaan zijn. Dat weet ik allemaal niet. Dus nu is het eigenlijk weer een beetje... Van, we zaten een beetje hier zo en nu krabbelde Emma een beetje omhoog en nu zitten we dan weer een beetje op ja, ik weet niet, misschien op een puntje of zo. En de chemo gaat weer beginnen en dan kan het allemaal weer een beetje slechter gaan. Dus we moeten even kijken hoe zij zich er weer doorheen gaat slaan. Dus dat is het eigenlijk. Met Emma gaat het wel redelijk nu. Dus in ieder geval, ik zeg dat nu. Want ik weet niet, als de chemo begint dan moet ik even kijken hoe ze zich gaat voelen. En dat duurt misschien soms een paar dagen. Maar ze heeft dus wel echt betere tijden en dagen weer gehad. En last but not least, ik heb superleuk nieuws nog voor jullie. Want Emma kreeg eigenlijk heel speciaal bezoek. En dat bezoek was van niemand minder dan Anna Nooshin. Anna Nooshin die is dus gisteren langsgekomen bij Emma in de Prinses Maxima Centrum. En die had gewoon een leuk cadeautje meegenomen. En Emma had ook nog een leuke tekening gemaakt voor haar. Dus die hadden ook teruggegeven. En dat was eigenlijk super gezellig. Dus misschien als ik dat heb gefilmd, laat ik eventjes hier een paar shots zien van hoe Anna in het ziekenhuis was bij Emma. Want dat is gewoon echt super lief. Want zoals jullie misschien wel weten, hadden wij toen ooit een video met Emma Met opgenomen. Mocht je die niet zien, Emma met Anna Nooshin was dat. Al in 2017 ergens. Dan kan je die even hier checken. Weet je nog dat we geen make-up hadden? Ja, dat scheelt wel hoor. Toen had je ook mooie lipglossjes. Dus ik dacht, deze heb je voor je sleutel. Kun je die zo aan doen. En hier heb je een armband met een eenhoorntje. Dat is leuk, hè? Dat is mooi, hè? Ik wist niet welke kleur jij fijn vond, maar roze is mijn lievelingskleur. Dus ik dacht... Nou, van jou dan. Ja, ook. Ja. Kijk maar naar de bril. Mooi, kijk pas maar mooi bij de bril. En daar zit een stukje roze in, hè? Ja. Ja. Mooi. Dus ik dacht, dat is wel lekker, toch? Eens kijken, doe maar eens even op, kan dat? Even opdoen. Ja, hij is lekker zacht, zeg. Dat is een mooie. Ja, dat dan afknippen. Dan gaan we er zo wel even afknippen. Oké? Eens kijken. Die pas. Zo mooi! Dat is een mooie. Beelden! Oh, hij past zo mooi. Ja, die is heel mooi. Nou, super mooi. Wat zeg je dan, Emmy? Alsjeblieft. Mooi hoor. Mooi, hè? Kijk hoe mooi dit staat. Prachtig. Past heel goed bij je bril. Ja. Mooi, hè? Goed gelukt, gelukkig. Nou, super. Oeh, heb je dit voor mij? Oh, ik dacht dat het voor jou was. Zo lief dit. Ja, mooi ophangen in je nieuwe huisje, Ann. Ja, dat kan heel mooi in mijn nieuwe huisje. Ik ben daar heel blij mee. Heel erg mooi. Mwah. Mwah. Lekker hè, knuffelen. Heel mooi deze. Heb je die zelf ingekleurd? Zo mooi. Geel is ook mijn lievelingskleur, wist je? Dat wist je, hè? Ja, dat dacht ik al. Deze ga ik in mijn huis doen, daar kan ik elke dag aan denken. Daardoor hebben we nog steeds gewoon contact en zo. Dus ze was ook heel erg geschrokken van wat er gebeurd was met Emma. Dus ja, die is even gezellig op bezoek geweest. En dat is wel echt heel erg tof. Verder heb ik niet zo heel veel meer te vertellen. Het is dat ik zelf niet zoveel weet hoe het nu allemaal gaat lopen. Ik wil wel weer video's maken trouwens. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer zeker hier beneden. Want ik ga wel weer meer video's uploaden. Ik hoop dus niet meer 1 keer in de 3 of 4 weken video te uploaden. Maar wel even vaker. En daarbij weet ik nog niet zeker precies wat het gaat worden. Misschien een paar vlogs, misschien een paar challenges met andere YouTubers weer. Of iets anders. Maar ik denk Emma gewoon niet. Emma komt de komende tijd even niet op mijn YouTube kanaal. Dus dat is wel een beetje jammer denk ik voor jullie. Maar ja, ik denk dat jullie het ook wel begrijpen. Omdat dit gewoon een best wel moeilijke situatie is. Dus voor nu was dit de video weer. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet me ook zeker niet te volgen op mijn social media. Instagram en Snapchat. En daarbij hou ik jullie ook best wel meer op de hoogte dan op YouTube. Nog een beetje met Emma. Dus dan zul je wel een beetje zien hoe het gaat. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei!